Okay. Oh! Nee! Yo mensen, we zijn weer aangekomen bij de derde kandidaat van deze serie. We zijn hier met de enige echte. Jordi! Ja toch, met de enige echte gewoon Jordi Boys. De link van zijn, kanaal zal zeker in de beschrijving staan. Maar hoe schat je kans in? Wat denk je? Ga je winnen? Maar één klein. Nee, ik ben het op schaal van op schaal van 1 tot 10, hoeveel denk je? 4 denk ik. 4, oké. Dus laag zelfvertrouwen. Nou, begin jij maar met edit. Ja, oké. We gaan dus een beeldfightje doen en wie het eerst 5 heeft wint. Nou, vertel eens wat over jezelf, jongen. Nou ja, er valt vrij weinig te vertellen. Ja. Nou, wat voor video's maak je? Nou ja, een beetje. Ik doe vooral livestreams dan. Ja. En een beetje custom, fashion show. Een beetje gewoon interactie met kijkers. Gewoon veel customs en zo. Ja, man. Ook alleen een montage of zo, dat niet? Nee, dat niet, want ja. Van mij valt er niet echt een montage te maken. Nee, oké, okay, ja, nee, dat snap ik. Ja, ik kan nou, dankjewel. Nee, grappig. Nee. Nee, maar je gaat gewoon eigenlijk alleen maar live. Ja, meestal wel, maar... Ik heb ook gehoord zeggen in je stream of zo dat je wel ook real live videos gaat maken. Ja, zeker. Eindelijk haal ik aan, eerlijk. Oh shit. Oh shit. Oh nee. We moeten even focus mode. Nee, bro. Dat is een kilo. Nee, oh. Oh. Nee, joh. Nee. Ja. Oh, klopt. Nee! Oh, nee! Nee! Oké, ik probeer even naar. Oh, ben je alweer? Ik kan gewoon naar beneden. Wat? Walk like fish. Oh, ik moet echt oppassen, ik moet mezelf echt inbouwen gewoon. Oh, hij bokt mij. Hij bokt mij gewoon. Deze man. Oh! Oh, nee. Oh mijn god, GG jongen. Shit. Ik was echt 10 HP of zoiets. Oh, oké, GG 1-0. Maar je gaat dus vooral live en ook real life video's en zo. Maar doe je dan een soort van challenge, zoals voetbal challenge of zo? Of? Ja, niet zoveel man. Kijk, het kan op zich wel, alleen ik denk dat niet heel erg veel bekeken zal worden ofzo. Nou, ik denk voetbal challenges zijn best wel leuk, denk ik. Ja, het is wel leuk op zich. Kijk, ik vind het zelf ook leuk. Ik zit zelf ook op voetbal, maar... Nice. Ja. Maar I don't know, man. Maar wat voor dev je dan? Gewoon, wat denk nou, je dan? Gewoon een beetje challenges, een beetje... Misschien... Uiteindelijk misschien een beetje vlogs of zo, maar... Okay. Ik weet niet, man. Moet even kijken. Ja, ik denk dat real life video's, ja... Challenges, zoals voetbal challenges en zo en vlogs. Dat is het enige wat echt bekeken wordt, denk ik. Klopt. Kijk, als het over voetbal gaat, dan kijken mensen vooral, denk ik, bankzitters of zo. Of ja, echt zo. Bankzitters is echt, dat wordt door iedereen gekeken. Oh nee. Waar ben jij nou weer? Oh shit. Daar. Oh shit. Oh mijn god. Ik raak je. Oh. Oh mijn god, nee! Oh, die jongen. Oh shit, oké, 1-1. Tot hoeveel gaan we trouwens? We gaan wie het eerst 5 heeft. En als het langer kunnen we wel tot de 3 gaan. Ja toch? Oké, wacht wel. Oké. Ja. Maar dat doe je nog meer naast het YouTube dan? Gewoon... Er zit nog wel een school, neem ik aan. Bij Domino's. Oh, bij Domino's. Doe je thuis bezorgd of maak ik van die heerlijke pizza? Nee, gewoon zelf. Gewoon bij Domino's. Oh.
Dus dan sta ik gewoon daar binnen, moet ik een beetje schoonmaken en zo. En dan alleen schoonmaken? Daarna is gewoon als er ritjes opkomen, moet ik gewoon zorgen. Oh ja, oké. Heb je scooter of moet je op fiets? Op elektrische fiets, man. Oh ja, dat is eerlijk. Ja, dat heb ik ook. Dat was fijn. Maar hij zit nog wel op school, neem ik aan, toch? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Oh, okay. Welk jaar zit je dan? Ook examenjaar of? Nee, eerste jaar van de opleiding, man. Oh, je bent al... Oh, oké. Okay. Ja, de examen was niet zo moeilijk. Hoe oud ben je dan ongeveer? En nu? Nu ben ik 16. 16, maar... Huh? Je hebt HBO al. HBO is wel HBO. Nee, ja, MBO. MBO. Oh. Huh, ik raak je ik weer, maar... MAVO. Ik had op MAVO. Ja. En toen ik klaar was met MAVO, toen was ik... net 16 geworden. Oh, voor dit jaar. Ja, nee, dat kan wel. Dat zag wel heel slecht uit. Voor mij dan. Oh my god. Nee. Zo mooi, man, dat ik het hou nog kan winnen. Oh my god. Ik joke. Waar ben jij? Wow. Nee! Oh, GG. Oh, ik wilde net hakken, man. Oh mijn god, je raakt me telkens zo hard, jongen. Ja. Maar wat voor opleiding doe je dan? Ik doe nu opleiding bedrijfsadministrateur. Dus eigenlijk voor boekhouden en zo. Ik weet niet of je weet wat dat is. Ja, ik weet wel wat boekhouden is, ja. Ja, maar ja, vooral dat. Maar dat is nou niet, ik weet niet of ik dat later wil worden, hoor. Maar het is altijd handig, weet je wel, als je ooit een bedrijf wil starten. Had je bijvoorbeeld, want je hebt nu al bijna 5.000 abonnees. Bijvoorbeeld, je krijgt echt heel veel abonnees. Dan is het dan ook echt dat je zo met opleiding of? Nah, dat weet ik niet, man. I don't know. Kijk, als ik ik denk, ja, als je, ik denk al zo. Ja, dan zou je wel stoppen, denk ik. Maar ik denk, ik denk dat ik die opleiding wel af zou ronden, man. Ja, dat is ook wel handig, want als je bijvoorbeeld altijd niks wordt. Ja, daarom. Maar het is ook best wel lastig om met YouTube echt gewoon veel geld te verdienen, weet je. Klopt, klopt. Dan moet je echt veel abonnees hebben. En, of je moet per dag gewoon 100 euro donaties krijgen. Ja. Ja, maar zelfs dan heb je niet genoeg, denk ik. Nee, dat, nou ja. Nee, want dan kom je uit op, nou ja, zeg. Dan heb je 700 euro per, per week, hè. Dat is niet genoeg. Nee, dat is waar. Nou, nee, eigenlijk niet, nee. Oh, ik ga helemaal fout. Oh, het gaat helemaal fout. Oh shit. Oh mijn god. Okay, come on. Oh, dit. Oh, het is een kilo, man. Oh, max height. Oké, okay, kom maar naar beneden. Wel toch? Gewoon opnieuw gelijk de fight of? Ja. Gewoon dat jij gelijk. Oké, okay, gelijk edit en zo. Ja. Oh. Je mag één tal, even reloaden. Ja. Ja. Heerlijk. Maar jij zit ook op voetbal toch? Zei je? Ja, man. Welke divisie of ja, niveau voor je dan? Hoe heet dat? Jezus. 4 man. Dus vierde divisie of vierde klasse? Vierde klasse, ja, dat woord zocht ik. Vierde klasse dus. De, ja, kelder, de kelderklasse eigenlijk. Ja. Heerlijk. Jij komt alleen voor de derde helft. Ja, nou, absoluut niet. Oh. Nee, ja, ik vind het wel leuk, alleen... Zit je in een soort vriendenteampje dan? Nee, kijk, ik zit in het derde team. We hebben... Ja. Oh, je zit al bij de senioren. Kijk, 1 en 2 zijn dan selectie. En dan 3 is dan geen selectie. Ah. Ja, en selectie heeft gewoon beter spelen. Ja. Ik weet nou niet dat ik koude slecht ben, maar... Ik ben nou ook niet super goed. Nou heb ik het gevoel dat je nog gaat winnen. Oh mijn god. Wat? Nee! Oh mijn god, GG jongen. 2-2. Oh, 2-2. Oké. Dit was die. Oké, dit zijn wel echt hele lange buildfights eigenlijk. Ja.
Oké, wat zeg je? Wil je tot de 3 gaan, dat dit de winnaar wordt, of zullen we tot de 5? Ja, het is wel spannend, denk ik. Ja, we gaan tot de 3, hè? Ja, geen goeie. Anders duurt de video veel te lang, denk ik. Ja. Oké, dan moet ik nu wel even beter gaan spelen. Niemand had verwacht dat het überhaupt 2-2 zou kunnen worden. Oh mijn god. Nee. Doe tranquilo. Ik ga even boksen. Ja. Nee, oh. Dat is de win edit, denk ik. Jij hebt echt van die zieke peaks. Je hebt echt een spannende laatste ronde. Hè. Oh mijn god, deze... Zit me niet meer zo'n goedje, man. Nou, ik ben echt niet goed, hoor. Ik kan opeens een beetje spelen, maar... Spreeën! Nee, okay. Ja. Oké. Dat ik gewoon ging. Oh! Nee! Nee! Ja! Yeah. Oh mijn god! Gedaan. Echt heel goed. Oh, GG jongen, dit was echt een spannende nog. Dit was echt heel spannend. Oh mijn god. Ik had echt niet verwacht dat dat echt nog zo spannend zou worden. Nee, je zei ook zelf dat je gewoon... Je had jezelf echt zo laag ingeschat, denk ik. Oh, ja, maar gast, ik mezelf ook hoor. Ik denk dat dat ervoor zorgde dat ik dacht dat ik easy ging winnen gewoon. Maar ja. Ja, ik heb alsnog gewonnen. Of het nippertje nog, jongens. Vergeet allemaal zeker niet even gewoon Jordi, op gewoon Jordi te abonneren. Linkje staat zeker in de beschrijving. En bedankt Jordi voor het opnemen van deze video, man. Dat is echt leuk, ja, jongen. Ja, was gezellig, man. En boys, dan zeg ik... Vergeet niet even te liken en te abonneren. En tot de volgende video. You.